Hallo allemaal. Ik ben niet zo van reageren op actuele zaken, want dat is in principe meestal compleet nutteloos. Ik kan er wel een mening over hebben, maar ja, wat een mening hebben, dat helpt niet zoveel natuurlijk. Maar heel veel mensen die vragen aan me of vinden, wat vind jij er nou van? Wat moeten we nou? Ja, wat moeten we nou? En wat vind ik ervan? Ik vind er niks van. Want het leven leeft zichzelf. En ik kan daar wat van vinden. Maar goed, ja. Het leven leeft toch wel. En, wij zijn hier op aarde om te ervaren wat we wel zijn. Vooral wat we niet zijn. Om te ontdekken wat we wel zijn. Daarom gebeurt dit alles nu. Wat er ook nog gaat gebeuren, want het gaat natuurlijk veel donkerder worden nog. Dat draagt allemaal zijn steentje bij aan ons ontwakingsproces. En de val van het ene systeem. Alle religies, alle profetieën die spreken over deze tijd. Dus als je huiswerk doet, zal je zien dat je je nergens druk om hoeft te maken. Maar het zijn spannende tijden. Natuurlijk, wat moeten we nu? Ja, ga in je kracht staan. Verval niet in angst. Heb vertrouwen. Heb vertrouwen in wie je bent, in wat je bent. Want in principe ben je alles. Je bent niet dit lichaam. Je bent hier nu in dit lichaam. Maar je bent alles. Je bent de aarde. Je bent het leven. Je bent het universum. Je bent alles. En dit leven, dat stopt op een gegeven moment. Maar alles wat eindigt, is een nieuw begin van iets anders. Zo is het ook met dit leven. En een volgend leven. Het leven na dit leven. Wat hier allemaal gaat gebeuren. Of het systeem nu klapt of niet. Of over een jaar. Het gaat klappen. Want het kapitalisme, dat werkt niet. Nou, en dan komt er weer een nieuw systeem. Misschien werkt dat wel. Het leven leeft en dat blijft door evolueren. Dus het is allemaal een stapje in onze evolutie. Maar ga je vooral niet druk lopen maken in paniek, toestanden, weet ik veel wat, rare dingen doen. Leef niet in angst, maar leef in liefde, compassie aan je medemens, want er is geen verschil tussen jou en hen. Probeer elkaar te helpen. Ja, want blijf in je licht staan, man. Blijf in je licht staan. Alles komt goed. Alles is al goed. Alles is. Hallo.